Ik ben Marise Olieslagers, ik ben 22, ik voetbal bij FC Twente en Nederlands Elftal. En ik studeer op Saxion Finance & Control. Ja, ik heb een topsportstatus vanuit Saxion. Dat betekent dat ik vrijstellingen heb voor bepaalde vakken of dat ik het op een ander moment kan maken. Of dat ik bijvoorbeeld lessen wat minder hoef te volgen. Ik zou niet weten hoe ik het dan moet doen, want ik moet gewoon trainen. Dat gaat voor mij wel voor. Dus ja, die is zeker heel belangrijk. Ja, heel leuk. Ja, dat is al een droom die natuurlijk uitkomt. Sinds kleins af aan heb ik dat altijd al gewild. En dat het dan nu zo is, dat is heel bijzonder. Ja. Ja, mijn ambitie is om uiteindelijk wil ik naar het buitenland gaan met voetballen. Dus ja, ik wil nu alles afronden van de eerste 3 jaar en dan gewoon mijn opleiding afmaken en in het buitenland bij een hele mooie club voetballen. Soms is het wel heel druk, maar ja, het is soms ook wel fijn om als afleiding te hebben. Maar ja, heb ik tenminste iets en daar ben ik wel blij mee. Ja, ik heb dus niet echt een droombaan. Ja, ik doe nu dus de opleiding Finance & Control, maar ik weet niet of ik daar uiteindelijk later wat mee wil doen. Maar het gaat er voor mij om dat ik gewoon het HBO afrond. En dan ga ik tegen die tijd gaan kijken wat ik wil gaan doen. Want als ik in het buitenland voetbal kan ik niet nog daarnaast gaan werken of zo. Dus ja, dat zie ik tegen die tijd wel.